Hallo iedereen, ik ben Eefje de Poortere alias Shox en vandaag ga ik jullie uitleggen wat League of Legends precies is. League of Legends is een online strategische videogame dat je trouwens zelf kunt downloaden en gratis proberen. Je speelt het 5 tegen 5 en één spel duurt tussen de 30 en de 45 minuten ongeveer. Wat is de bedoeling of hoe win je een spel? Wel, je wint door de basis of de nexus van de vijand met de grond gelijk te maken. Er zitten 5 spelers in een team en elke speler moet een eigen personage kiezen. Personages heten in League of Legends champions en je kunt uit meer dan 100 champions kiezen per spel. Je wint een spel door de hoofdbasis of de nexus van de vijand neer te halen. Maar dat lukt niet zomaar, want die wordt beschermd door heel wat torens. En die torens moet je ook allemaal neerhalen voordat je kunt beginnen aan de eindbasis. Net zoals in elke sport moet je ook in League of Legends een tactisch plan hebben om een spel te winnen. Je kunt je in een spel heel erg verdedigend opstellen, wachten tot de vijand een fout maakt en dan op de counter spelen. Maar je kunt ook heel aanvallend en agressief spelen en vanaf de eerste minuut proberen om heel snel terrein te winnen. Het leuke aan League of Legends is dat het spel nooit echt voorbij is tot je de nexus volledig met de grond gelijk gemaakt hebt. Het maakt niet uit hoe ver je voor staat, het maakt niet uit hoe dicht je bij die nexus staat, want één fout kan je nog altijd fataal worden. Voilà, hiermee heb ik jullie toch al de basis van League of Legends meegegeven. Er is natuurlijk nog veel, veel meer te leren, maar hopelijk heb ik jullie al warm gemaakt voor de Belgische League of Legends competitie.